Donderdag 12 januari in het jaar 2023. Een bijzondere dag voor Gert-Jan Segers. Een van zijn laatste optredens als fractievoorzitter van de ChristenUnie. We zitten in zijn eigen huis in Amersfoort. Gert-Jan, goeiedag. Goeiedag. Beetje gek natuurlijk om het zo tegen jou te zeggen. Terwijl je in je eigen huis zit. Maar ja. Waarom hier trouwens? Omdat jij in de buurt woont. En het leek mij leuk om nog één keer terug te blikken. Voordat ik van een hele lange tijd mijn mond hou. En het leek me leuk om dat met jou te doen. De meest warme presentator van Nederland, of niet? Absoluut. Ja. Onze geboortegrond is is niet dezelfde. Maar wij zijn beide opgegroeid in Leeuwarden. Westeinde. Beide fan van Cambuur. En we zijn elkaar een paar keer tegengekomen. En dat vond ik altijd, dat waren altijd leuke gesprekken. Er zit altijd heel veel vaart in bij jou. En het leek me leuk om met jou nog één keer terug te blikken. Ja, er zitten ook vaak nare vragen tussen dan. Hè? Dat weet je. En ik heb geen idee wat je nu gaat vragen. Maar het is altijd de moeite waard. Hoe wil je overkomen in dit interview? Dat is heel belangrijk. Wil je leuk overkomen, vriendelijk of juist? Echt. Gewoon zoals ik ben. Maar je zit vaak vol met boodschappen, lees ik en hoor ik altijd. Ja, maar ik heb nu niet zoveel boodschappen meer. Nee? Nee, ik ben even uitgepraat. Ik heb 10 jaar lang mijn missie gehad en die uitgedragen. En ik ga een punt zetten en dan is het ook even klaar. Dat is de boodschap, het is klaar. Het is klaar, het is mooi geweest. Het is goed geweest. En waarom? Daar groei je naartoe. Daar je voelt dat het op een gegeven moment af is. Ik wist toen ik deze periode inging dat het mijn laatste periode zou zijn. En dan zoek je naar een moment waarop je op een natuurlijke, goede manier afscheid kunt nemen. Dat, ja, op een gegeven moment is het tijd voor nieuw leiderschap. En dat is het nu. Er staat een kundige, goede opvolger klaar, Mirjam Bikker. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Op een gegeven moment moet je ook je plek weer kennen. En leiderschap is altijd tijdelijk. En voor mij ook. Ja, maar goed, je hebt al vaker dingen gezegd. Het is klaar, het kan niet meer. Uiteindelijk ging je toch door. Wat bedoel je op? Ja, dat bedoel ik toch. Ja. Hè? Mark Rutte, dat gaat gewoon niet meer. Dat samenwerken, dat zit er niet meer in. Nee, dat was een impuls die ik had en die oprecht was. In de zin van, jongens, er zit nu zoveel weerzin tegen politiek. Zoveel wantrouwen. Er moet hier een breuk komen. En er moet hier een andere samenstelling komen. Ja. En die impuls was niet zo slecht. Alleen ik maakte het te persoonlijk, was te hard, te absoluut. Dat had beter gemoeten. Ja, en dan maken andere mensen het weer persoonlijk naar jou te noemen, ze Judas of andere dingen. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat is heel naar. Dat is heel naar. Ik vind het naar als mensen zo'n woord gebruiken. Dus ook in de Bijbelse context is dat een heel beladen woord. Ik heb het met een oprechte intentie gedaan. En toen ik nog een keer terugblikte en dacht, ja, dat had ik beter moeten doen. Heb ik dat als eerste tegen Rutte gezegd, ik heb dat tegen mijn partij gezegd, ik heb dat tegen mijn fractienoten gezegd. Als je het beter had kunnen doen, ja, dan moet je zeggen dat je het niet zo goed hebt gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. En vervolgens kan ik alleen maar keuzes maken op grond van mijn diepste overtuiging en zo integer mogelijk. En dat heb ik altijd proberen te doen. Kun je het relativeren als het in de media zo hard gaat, zo persoonlijk wordt? Snap je het? Want het is nooit persoonlijk. Het is niet omdat ik Gert-Jan Segers ben, maar omdat ik een bepaalde functie heb, een bepaalde opvatting heb, een bepaalde stoel zit. Daarom zeggen mensen dat. Ja. Ja, dan moet ik dat ook een beetje kunnen redden. Dus als dat soort woorden gebruikt worden, dat soort grote woorden, dan kun je het makkelijk een plaats geven, zeg maar. Nou ja, het is niet grappig. Ik bedoel, ik heb liever dat mensen zeggen, joh, dankjewel voor wat je hebt gedaan, dan dat ze je helemaal de huid vol schelden. Maar het hoort er wel bij. In de zin van, ik ben een publieke vertegenwoordiger. Ik hak knopen door met anderen. Maar ik neem beslissingen die invloed hebben op het leven van mensen. Ja, dan mogen mensen ook iets van mij vinden. Ja. Dat vind ik niet gek. Het is ook vaak makkelijker om te klagen in dit land, hè, dan om iets als een compliment uit te delen. Ja, en maak ook onderscheid tussen een keuze die iemand maakt. Zeg van, joh, ik ben het niet met die keuze eens. Dat vind ik allemaal prima. Maar om dan echt het heel persoonlijk te maken, zo hard mogelijk, en je probeert zo hard mogelijk te raken op je ziel, dat vind ik heel naar. Was dat je grootste fout die je gemaakt hebt in die 10 jaar? Of zeg je van, ik heb er nog wel een paar gemaakt? Ik heb er nog wel een paar gemaakt. Ja? Ja. Is er nog eentje die eruit springt? Of zeg je van? Nou, het was helemaal aan het begin. Toen was er net een Oekraïne-referendum geweest. Dan was de vraag, hoe gaan we daarmee om? Daar heb ik op een gegeven moment een knoop over doorgehaakt, waar ik zelf ook een beetje twijfel over had. Maar toen kwam een heel groot deel van mijn partij, van onze partij, in opstand, die was er heel boos over. En toen dacht ik wel, ja, verhip. Dit had ik beter kunnen doen. Dit had ik beter kunnen uitleggen. Ik had een betere keuze kunnen maken. Dus er zijn wel een paar van dat soort momenten geweest. Ook wel in persoonlijke zin, dat ik iemand gewoon geen recht deed. Of dat ik in een fractievergadering even te hard was richting iemand. Ja, dan moet ik gewoon sorry zeggen. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar echt spijt, ken je dat gevoel? Ja. Nou, dit is geen goede keuze geweest, ja. Je zegt 10 jaar leiderschap, althans 7 jaar leiderschap, 10 jaar in de politiek. Ja. Het is tijd, het is klaar. Je kan ook zeggen, hij verlaat het politieke zinkende schip. Nee, het is wel spannend, want het is heel spannend of wij in staat zijn om te blijven samenwerken in dit land. Dit land is groot geworden door samenwerking. Mensen met hele verschillende opvattingen die rond de tafel kwamen zeiden, joh, en toch moeten we er samen uitkomen.
En ik zie dat dat onder druk staat. Maar dat is geen zinkend schip. Er zijn nog voldoende mensen van goede wil. Is dat echt waar, Gert-Jan? Is het niet zo dat de mensen zich afkeren van de politiek? Dat er steeds minder vertrouwen is? Dat de problematiek ook zo groot is? Of nou asielzoekers gaat, de energieproblemen. Nou, noem het maar. Er is zoveel aan de hand in dit land. Is dat nog weer op koers te krijgen, dat schip? Soms helpt het om een tijdje wat minder op Twitter te zitten. Want dan denk je inderdaad dat hier alleen maar rokende puinhopen zijn. En dat is niet zo. Dit is een heel fatsoenlijk land waar ook heel veel goed gaat. En waar mensen financiële problemen hebben. En waar we nog recht moeten doen aan Groningen. En waar de toeslagenouders nog recht moeten worden gedaan. Dus ja, er zijn grote problemen. Maar er zijn voldoende mensen van goede wil. Er zijn voldoende kundige mensen om inderdaad het schip drijvend te houden. Daar ben ik voel jij jezelf niet meer toegeroepen, dat is klaar. Nee, mijn rol is nu klaar, ja. Dat is evident. En daar groei je langzaam naartoe. Dus ik wist bij de laatste verkiezingen al, dit wordt mijn laatste periode. Ja. Dus ook nagedacht over de lijst. Wie zou dat eventueel kunnen overnemen? Nou, er staat nu een hele goede opvolger klaar. Mirjam Bikker. Ja. Mirjam Bikker. Die loopt net de deur uit. Dus we hebben daar gezeten, nog een laatste keer gesproken. Even stilte voor de storm, want morgen dan wordt het bekend. En dan weet je dat, dan wordt het even hectisch. En daarna wordt het voor haar ook hectisch. Ja. Dus dat was een laatste heel mooi gesprek. Ik heb heel veel vertrouwen in haar. En dan groei je langzaam toe naar dat moment. Ik denk dat dat nu is. Ik denk dat dit goed is voor de partij. Goed voor mijn gezin, goed voor de fractie. En dan is het wat het is. Ja. Maar dan zeg je, ik heb dingen fout gedaan. Meestal ook genoeg dingen goed hebben gedaan. Mag je daar een paar dingen van opnoemen of is dat te... Wat het mooiste was als er een onderwerp was of ik mensen tegenkwam die me echt heel diep raakten en dat ik dan met andere mensen kon samenwerken en daar iets aan kon doen. Dat was voor mij een ontmoeting met een slachtoffer van, was in Friesland, in Leeuwarden. Slachtoffer van mensenhandel, gedwongen prostitutie, Ghanese vrouw. Dat raakte mij ontzettend diep. Ik werd daar heel, heel verdrietig van. Die vrouw was totaal kapot. En toen ben ik gaan werken aan een initiatiefwet samen met SP en PvdA. Later kwam CDA erbij. Dat was heel hard werken. En dat was ook met de maatschappelijke alliantie van activisten en van hulpverleners van Vier Friesland. En toen zijn we gaan werken aan die wet en die heeft uiteindelijk een nipte meerderheid in de Tweede Kamer en een ruime meerderheid in de Eerste Kamer gekregen. Nou, dan heb ik het gevoel, ik heb voor die vrouw die ik heb ontmoet, heb ik iets goed kunnen doen. Je hebt een steen verlegd, zeg maar. Ik heb een kleine steen kunnen verleggen. Ja. Excuses aan de Joodse gemeenschap, omslag in onze energievoorziening, het klimaatakkoord, versterking van bestaanszekerheid in dit kabinet. Er zijn een paar stenen verlegd. Die 10 jaar is het waard geweest? Wat je hebt opgeofferd, want dat was het toch, een opoffering? Soms wel. Maar ik heb er ook heel veel plezier aan beleefd. Dus als dingen lukken, als je opeens, die wet haalt een meerderheid. Ja, dat is ontzettend fijn. Dat is ontzettend mooi. Jij zegt van jouw werk altijd, ik verplaats lucht. Ja, verplaats louter lucht. Dat doe ik soms ook, maar soms verander ik ook een wet. En dat is heel bevredigend, dat je denkt, ja jongens, dit is gelukt. En ik hoop dat het inderdaad een slachtoffer voorkomt en dat het recht doet aan, nou ja, slachtoffer van mensenhandel of recht doet aan de Joodse gemeenschap of dat het mensen die nu niet rond kunnen komen, dat ze wel wat meer geld te besteden hebben. Ja, dat is wel de moeite waard. Ja. Je zegt wel dat je hoopvol bent. Toch geen boek schrijven volgens mij over de toekomst toch van de politiek? Ja, ik ga dus reflecteren. Ik ga dus terugblikken. Ik ga dus ook wel eens, nou, wat gebeurt er in die machinekamer van de Haagse politiek? Maar ook wel reflecteren op, ja, hoe staan we er democratisch voor? Hoe staan we daar samenleving voor? Wat is de conclusie, denk je? Nou, we zitten wel zwaar weer. Ja. Het is, je merkt dat de tolerantie, onderlinge tolerantie, dat die afneemt. De bereidheid om samen te werken, de waardering voor samenwerking, de waardering voor het compromis, dat afneemt. Heb jij dan ook niet een klein beetje gefaald? Ja, ik ben daar een onderdeel van. Ik ben een onderdeel van. Wat had ik beter kunnen doen, denk jij? Ik weet het niet. Dat zit ik me ook af te vragen. Ik weet ook dat je heel goed bent in interviews om tegenvragen te gaan stellen. Dat valt me ook altijd op in interviews van jou. Maar het is wel zo dat het ook makkelijk is, hè, van het... De rol die ik bijvoorbeeld heb in het programma wat wij presenteren met Johan en met René, zeg ik ook wel eens tegen Johan, maar hoe zou jij het dan doen? Ja. Zeg je, maar daar ben ik toch niet voor? Nee. Daar zijn die mensen voor, zoals Gert-Jan Segers. Maar ik bedoel, jij bent een betrokken burger. Je maakt iedere week maak jij een radioprogramma waar het nieuws langskomt. En, wat mijn belangrijkste conclusie altijd is het idee dat ik het gevoel heb dat de politiek vaak niet meer weet wat er precies leeft onder de burger. Nee. En dat je dat gat groot heeft laten worden als politiek. En Dan kijk ik ook naar andere mensen, ook als mensen als Rutte enzovoort, die op het moment dat ze in contact komen met mensen, gewone mensen, dan ook echt in paniek lijken te raken. En dat vind ik jammer om te zien. Maar daar herken jij je niet in? Nou, het is niet dat ik in paniek raak als ik een normaal mens spreek. Nee, zeker niet. Nee.
Het is wel heel technocratisch geworden. Dus de planbureaus die zeggen, joh, dit is het stikstofprobleem, dit is het model, dit zou er moeten gebeuren. Nou, en dan vertalen wij dat en dan komt er een kaartje uit. Ja, dat is heel technocratisch. Dan weet je niet wat er in Oldenbroek of in Ommen of wat er aan de keukentafel, hoe dat overkomt. Nee. Klimaatbeleid, waar mensen zich zorgen maken, joh, kan ik het betalen? Dat moet de eerste zorg zijn. En waar mensen heel erg naar verlangen, is iemand die bij ze is. Wij doen heel veel dingen voor mensen. Wij zijn heel druk, nu ook met koopkracht, met de energierekening. Wat kan ik voor die mensen doen? En wij doen heel veel dingen voor mensen. Maar waar mensen uiteindelijk naar snakken, is iemand die bij ze is. Die naar ze luistert, die een tijdje met ze oploopt. En dat kan voor een beperkt deel, kan dat maar politiek. Politiek is ook helpen. Want we kunnen een wet maken, we kunnen financiële regeling, maar dat is ook een financiële regeling voor iedereen. En dat ene gezin, wat nu niet uitkomt, wat het niet rondbreidt, dat maatwerk is vaak heel erg moeilijk. Wat voor cijfer geef je jezelf? Nee, dat weet ik niet. Nee, andere mensen moeten mij een cijfer geven. De geschiedenis die zal over mij oordelen. Mijn kinderen zullen over mij oordelen. Wat zouden je kinderen je voor cijfer geven, denk je? Want je was er veel niet, natuurlijk. Die zeggen dat het voldoende was, ja. Ja, dat wel, voldoende. Ja. Maar 6 minuutjes of praten we over een 7? Nee, wel ietsje ruimer. Ja? Ja. En je vrouw, Rianne? Ja. Die zit niet in het tuinhuis? Nee. Nou, die heeft mij wel eens op cruciale momenten gemist. En daar in toenemende mate vond ik dat ook heel moeilijk. Ja. Dat knaagt echt aan mij. Dat ik denk, ja, verrep. Nu moet ik bij haar zijn. En nu lukt het niet. Dat vond ik heel vervelend. En hoe ver heeft het geloof jullie daarbij kunnen helpen? Ja, heel veel. Als je gelooft dat God het leven draagt. Hij heeft op verschillende kruispunten, als we dan samen op een kruispunt stonden en dachten, welke kant moeten we op? Gek genoeg was er één tekst die verschillende mensen, op verschillende momenten, was het één en dezelfde tekst die ons werd aangedragen. Dat zei hij, dit is een tekst die... En wat was dat? Weet je niet? Ja, hij die je roept, God die je roept, hij is trouw en hij zal het doen. En dat is aan het begin toen wij naar Egypte gingen. Dat was toen ik de politiek inging. Toen ik voor de vraag stond van moet ik Arie opvolgen. En ook later ook bij kabinetsdeelname. Het was iedere keer op kruispunten. Dus nu is hij ook voorbij gekomen deze tijd? Nee, nog niet. Nee? Nee? En als ik het nu zeg, dan komt hij voorbij. Zou het heel raar zijn. Ja, nee, maar zou het heel raar zijn als iemand mij nu die tekst geeft. Maar dat is echt op al die kruispunten, als we echt samen voor een keuze stonden, was er altijd wel iemand die tekst aan ons gaf. Dat is heel gek. En dat is een soort belofte van, joh, ik ben erbij. En de wereld hangt ook weer niet van jou af. Ik ga het doen. Dus helpt het? Ja, het helpt. Omdat ik hoef de wereld niet te verlossen. Ik ben geen atlas met de wereld op mijn schouder. Dat kan ik aan God overlaten. Maar ik moet wel doen wat ik kan. Wat in mijn vermogen ligt. En dat heb ik met hart en ziel gedaan. Ik heb heel hard gewerkt. Heel veel gedaan. En lijkt nu wel of je aan het verantwoorden bent. Waarom doe je dat? Ja, omdat dit ook een moment is waarop ik me moet verantwoorden. Is dat zo? Vind je dat? Omdat je terugblikt. Ik heb 10 jaar lang vertrouwen gekregen van kiezers. En dan is natuurlijk de vraag, heb ik daar iets goeds mee gedaan? Ja, dat is natuurlijk een indringende vraag. Zo klink je bijna als het jongetje dat altijd goed wil doen. Ik heb zo mijn best gedaan, weet je wel. Dat klinkt bijna. Ja, maar ook in de wetenschap dat het op momenten niet goed was. Omdat ik ook... Met vallen en opstaan. Aan het begin die blunder en later ook nog een keer. Ja, en vaker ook in persoonlijke contacten. Dan zeg ik tegen iemand, ik mail je terug. Ja. En dat doe ik dan niet. Ja, dat is fout. Dat is gewoon niet goed. Wat had je willen weten dan voordat je in die politiek stapte? Wat je nu wel allemaal weet. Nou, ik ben blij dat ik dat niet wist. Nee? Wat had je niet gedaan? Nee, nou, weet je, ik heb een beeld. En ik was in 2012 was ik campagneleider en Arie Slob was lijsttrekker. En wij zaten in Carré en dat was het slotdebat bij RTL. En wij zaten even in de kleedkamer bij elkaar. En daarna we gingen nog met elkaar bidden. Daarna ging hij die kleedkamer uit, die gang in. En ik keek hem na en toen had ik een schietgebed. Heer, laat mij nooit die gang hoeven maken. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Om naar zo'n slotdebat te gaan waar je weet, het hangt veel af van wat jij zegt, hoe jij overkomt. Of je weer het vertrouwen van kiezers krijgt of niet. Dat leek me heel zwaar. En daar zag ik tegenop. Het is campagne soms ook leuker geweest dan ik van tevoren dacht. Maar daarna onderhandelingen, crisis, bijna kabinetscrisis. Een achterban die heel indringende vragen stelt. Mensen die boos op je zijn. Het is af en toe heel, heel pittig. Dus ik ben blij dat ik het niet allemaal heb geweten. En toch als ik terugblik, denk ik, ja, ik heb waanzinnig veel geleerd. Heel veel mooie momenten
gehad. En ik denk dat het al met al wel de moeite waard was. Hmm. Ze zeggen vaak, voor je 50ste wil je laten zien wat je kan, na je 50ste wie je bent. Ja, mooi. Ja. Kun je nu laten zien wie je bent? Lukt het je dat nu? Ik hoop dat ik dat al een beetje heb laten zien. Ik heb het echt ook wel met mijn hart willen doen. Dus ik heb ook wel iets willen vertellen over, nou ja, geloofsovertuiging waar het uit voortkwam, wat mij raakte. Dus dat heb ik wel willen doen. Maar het is, ja, dat is wel vaak inderdaad de gang van het leven. Zijn boek heet De Tweede Berg. De eerste berg is inderdaad Stoer Moed Drang. Is inderdaad iets willen bereiken. En die tweede berg is leven in relatie, van betekenis zijn. Ik denk dat ik allebei wel heb gehad. Maar ik hoop dat ik nog iets meer die tweede berg op ga. Ja, dan kijk je naar uit, begrijp ik. Ik kijk uit naar de rust, naar de stilte. Dus ik ga dat huisje in. Ik ga schrijven. Ik zet 's ochtends hier mijn koffie en dan chok ik die kant op. Ik ga me niet meer bemoeien met politieke actualiteit. Ik ga niet een fractie voor de voeten lopen. Vandaag horen we niks meer van Gert-Jan Segers, los van zijn boeken. Als ik met een boek naar buiten kom, dan wil ik daar iets over kunnen zeggen. Maar ik ga niet de fractie. Ik heb daar zelf wel eens last van gehad. Oud-politici die aan mij vertelden wat ik moest doen. En dacht ik, dat moet ik nooit doen. Dat moet ik echt nooit doen. Nee, dat ga ik niet doen. Als je me daar betrapt, dan. Dus ik hoef je ook niet meer uit te nodigen bij BNR? Nou, over Cambuur of PSV wil ik best wel wat zeggen. Oh, dan kun je ook als analyticus op tv gaan komen, voetbalanalyticus. Nou, daar sta ik open voor, ja. Zijn er nog mensen die je wil bedanken? Dat zeg je altijd aan het eind van zijn programma, hè? Radioprogramma, ook op tv-programma. Ik wil graag nog even de groeten doen of bedanken. Zijn er echt mensen die je nu, waarbij je het gevoel krijgt van, die zou ik nog iets willen zeggen? Nou, ben ik heel dankbaar dat ze me vast heeft gehouden, dat we elkaar vast hebben gehouden door die 10 jaar. Dochters uiteraard. Ik ben Carola Schouten, ben ik heel dankbaar. 10 jaar lang met haar opgetrokken. We waren echt maatjes, politieke maatjes. Groot onderling vertrouwen. Dus heel veel politieke knokpartijen samen gedaan. Daar ben ik haar zeer dankbaar voor. Arie Slob, die me heeft opgeleid, die me heeft gevormd. Dat zijn de eerste namen die boven komen. Zijn er ook mensen die je wil vergeven, nu het kan? Ik hoef geen mensen te vergeven. Nee? Ik heb geen wrok. Nee? Je voelt geen enkele wrok naar wie dan? Ik voel geen wrok, nee. Dat is wel fijn, toch? Ja, en ik hoop dat mensen niet te veel wrok naar mij voelen. Of dat ik, Nee, dus ik denk dat ik weinig in de zin. Kijk, ik heb mensen met wie ik politiek zeer oneens ben. En mensen die mij, nou ja, misschien wel eens een keer in politieke zin iets kwalijk namen. Maar ik geloof niet in persoonlijke zin. Dat denk ik. Ik heb niet veel, in die zin niet veel persoonlijke vijanden, denk ik. Zijn er wat vergeten? Los van een formatieakkoord wat je ooit eens hebt laten liggen, maar. Ja, daar kwam ik ook wel direct voor de draad mee. Ik had het al gezegd intern. Ik had het direct al binnen gezegd. Ik zei, jongens, ik heb iets heel stoms gedaan. Ja. En daarom was dat ook niet zo'n big deal eigenlijk. Nee. En hij lag in de trein. Hij lag in de trein, dat kan gebeuren. Ja. Ik zat aan tafel bij ons onderhandelingsteam. Ik zei, jongens, ik heb iets heel doms gedaan. Ik heb een heel belangrijk stuk in de trein laten. Het is wel heel gek dat bij de Volkskrant terecht komt, maar goed. Dat heeft een passagier, die had een tijdje onder zijn arm gehouden. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik kan er nog een beetje reuring mee veroorzaken. Ik ga naar de Volkskrant toe. Nou, volgens mij hebben de belangrijkste dingen besproken. Je gezin, het geloof, je carrière. Je hebt heel hard gewerkt. Dat heb je iedereen heel goed duidelijk gemaakt. Sorry. Je hebt geen brok, je hebt mensen bedankt. Maar we zitten nog met één behoorlijk groot probleem. Ja. Dat is Cambuur. Ja, cool. Verloren van de treffers. Ja. De treffers uit, altijd lastig. Ja. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik ook. Vorig jaar hadden ze, zeker de eerste seizoenshelft, dat was echt, echt mooi. Er zat echt enorm veel energie in. Daarna zakte het weg en het is gewoon eigenlijk niet meer goed gegaan. Nou, door ook de ziekte van Henk de Jong. Dus dat is wat verdrietig er allemaal aan. Ja. Hoe kunnen wij dat samen oplossen, denk je? Wij kunnen natuurlijk ongevraagd technische adviezen gaan geven. Ik denk dat ze daar best op zitten te wachten bij Cambuur. Ja. Dus ik denk dat we, tenminste zeker, ik heb iets meer tijd, dus ik kan me daar wel tegenaan bemoeien. Dus binnenkort ga ik naar Cambuur Sparta. Dus dan ga ik ze eventjes een beetje analyseren. Ja. Maar ik zou het wel heel jammer vinden als het nu echt, echt misgaat. Het is altijd op en af, hè, met Cambuur. Een beetje te groot voor de eerste divisie en te klein voor de eren. Dus ja, dat wordt een grote zorg. Maar ik zal me, ik ga me daar nu over buigen. Extra gebedje misschien, dat zou kunnen schelen. Nee, daar ga ik niet voor binnen. Nee? Nee. Dat mag niet. Ja, alles mag. Maar dat God heeft belangrijkere dingen te doen dan Cambuur. Dat is waar. Nou, oké, bij deze. Ja. Ik vond het fijn om je gesproken te hebben. En je hebt er leren kennen al die jaren. En ik hoop dat het ook voor al die mensen geldt die nu zitten te kijken. Je zou mooie laatste woorden kunnen spreken, maar ach, zeg het maar. Het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Ja. Dat is het. Oké, dankjewel Gertje. Succes met alles wat je doet. Dankjewel. Dat tuinhuis achter je. Zeker. Ja. Dank. Dankjewel. Graag gedaan.